Twee gasten ontmoeten elkaar aan de keukentafel. Als ze zometeen de deuren van de keuken openen, zien zij voor het eerst wie de andere gast is. Zouden zij elkaar kennen? Voor hen en voor u een nadere kennismaking. Nederlands enige echte rock'n'rollster, speedjunk, maar ook schilder, dichter en drankorgel. Het verschijnsel brood. Naast de kip staat er speciaal voor hem crème de menthe in de keuken. Wat is wansmaak volgens brood? En is dat mooi of niet mooi? Loopt Jan gillend weg uit onze gezellige, maar ook wel erg volle keuken? Of zal hij een oogje dichtknijpen? Het liefst praat Jan de Bouffy over kunst, maar wat vindt hij van brood? Zullen ze het eens worden voordat de kip klaar is? Of zijn ze het eigenlijk altijd al geweest? Gelukkig. Dag, man. Hey, wat dan is het? Nou. Wat een geluk dat we elkaar kennen. Jammer dat je geen kort rokje aan hebt. Maar misschien na een uur elkaar nog beter leren kennen. Ja, er zijn er gewoon een paar dingetjes die ik van je wil weten. Kijk eens. Had je ook op een leuk meisje gehoopt? Oh, val ik tegen. Nee, maar in je hart. Hè? Huh? Nou, weet je wat ik dacht? Kijk, daar hangt onze prins ook. Of is het helemaal het decor is aangepast aan onze smaak? Ja, kijk, daar hang jij. Jee. En daar hangt Paul de Lucernet. Hoe vind je de keuken? Die, Jan. Wat was dat leuk met onze kinderen? Het was te gek. Het leukste vond ik toen jouw dochter zei dat ze flipte als ze met de Jaguar naar school gebracht werd in plaats van met de... jij was met die oldtimer, geloof ik, of andersom. En jij met de autopet. Ja. Nou, bedankt. Wat gezellig. De mensen weten misschien niet dat we elkaar al zo goed kennen, natuurlijk. Ja, maar ja. Nog niet heel erg goed. Hè. Ik neem eerst een lekker toastje dan met... Wat drink jij? Jij hebt natuurlijk wel verstand van eten. Je hebt vast iets heel ingewikkelds besteld, of niet? Nee, ik vroeg alleen of er wat te eten was. Nou, kaasjes zijn er. Ja, maar je mocht toch ook zeggen wat je wou? Ja, nee, dat is voor mij niet gevraagd. Nee? Dan ben jij waarschijnlijk belangrijker. Wil jij een glas wijn of wil jij... Nee, ik neem de... het vergif. Is dat vergif? Als jij nou spontaan zou zeggen waar we het liefst over hebben, wat zou jij dan zeggen? Over kunst. Over kunst? Ja. Want dat is een heel breed begrip natuurlijk. Ja, waarom ik mij... Dat heb ik mij altijd... Bijvoorbeeld, kijk maar eens ergens, zie je een plek waar geen kunst staat?